Ruim 200 huishoudens van het dorp Mungutapu in Marowijne zijn nu aangesloten op het elektriciteitsnet van de EBS. President Chandrika Prasad Santokhi gaf tijdens zijn toespraak aan dat iedereen in Suriname recht heeft op elektriciteitsvoorziening. Het beleid van deze regering is er dan ook op gericht om tastbare resultaten neer te zetten. President Santokhi is zeer ingenomen met dit project. Volgens hem is dit het begin van een nieuw tijdperk, want 20.000 huishoudens in het binnenland zullen worden voorzien van zonne-energie. Een project dat met steun van India zal worden uitgevoerd. Er stroom door het jaar en er komt op tijd. Wat er stroom jongen, lekker kerstlicht. Een kerstlicht. Een kerstlicht voor Masra Jezus. Zat je verlichting om. Ocha verlichting om. Die moet wat tapu en omgeving. Looi waar dan als je zegt. Een beleid voor regerende. Ja stroom. Via a oli sau abi ya people, ja stroom. Via a waterkracht, watra sau abi ya people, ja stroom kong. A sonne energie, wawa project nanga India, 20.000 osofua binnenland, au ki sonne energie. Ja, heer binnenland. En dat ook de beleid, lobby waranaas. Vice-president Ronnie Brunswijk gaf aan dat deze ontwikkeling getypeerd kan worden als een historisch feit. Dat die dena dei, mongo tapu, nana hi omkeve ya kotan mongo futena albina, tja dengi, aido albina, aido na ima konde, ekisi faya basia, basia na wangansani, na wangansani ay. Basia, anga kukolambu be studer ya lai nusomo loe baka, No, ya. Bel de Segimba, Olikaba, Oho, Bel Minister, da fete da di Balorikoya. Da ITU ne give ya kiese sita ina o ya mandu amu. Da we kotanga ne give ya ITU la ki fire. Ti de na dei. U sloit aan. Eenmaal 24 uur. Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen wees op het belang van energievoorziening, die een grote uitdaging is voor het binnenland. Al met al is het met de inzet van diverse betrokkenen gelukt om de huishoudens van Mungutapu nog voor het einde van het jaar te voorzien van stroom. De regering van Sano, 2 jaar geleden, heeft een handtekening onder van Sani Sandekai Sustainable Development Goals. Dat is naar het doel. Gon tabu ko makandi na VN taki changa yali 2030 umusolgu taki den dulia so u break den fusolgu taki apina ko momendi aini gon tabu and one for den dula pe that one taki dul number 7 et taki special taki and me taki over sanang alas sanamang wins pe sanang yeli bi imu abi strom eenmaal 24 uur. En dat is na opdracht die ik zie voor meneer Santokhi en meneer Brunswijk. Dat ik minister voor natuurlijke hulpbronnen zorg dat ik stranden om realiseer een doelstelling die DNA-voorzitter Marinus B. merkte op dat deze regering niet opschept, maar serieus werkt voor land en volk. En wans aan zou wel lukken, dan ook boeien wans toezani. En a eerste sansane no boon in sei na fu schep op gafa den sefi. A regering dis no sabasan dati. Den abi bakan natori. Wan trasani a regering dis no boon na fu prati paket fu nyang. Maar misschien wel dat je de boom in een aantal sani. En wat de sani naar duurzame ontwikkeling.
Leo Brunswijk, president-commissaris van NVEBS, gelooft erin dat deze ontwikkeling meer productiemogelijkheden zal brengen voor het gebied. Op het moment dat je dus elektriciteit hebt, dan krijg je wel de mogelijkheid om een ijsfabriek op te zetten. Je kan je producten dus beter opslaan. En bijvoorbeeld die mensen die, ik hoor iedereen praten over hun produceren en zo. Je kan beter jouw produceriemachine draaien en jouw product kan je ook beter bewaren. Dus voor de export richting Frans-Guyana is het veel beter, want men kwam steeds naar Mungo om ijs te kopen, om hun dingen dus goed te bewaren. Dus nu hoeft dat niet meer. Je hebt je eigen vriezer. Je kan dus je eigen ijskast gebruiken, je kan jouw eigen schaafmachine gebruiken. Je hoeft niet meer zeg maar richting Albina of Mungo te gaan om, om jouw schaafmachine te gebruiken. Volgens EBS technisch directeur Marcel Eindhoven zijn er nog gesprekken gaande met de bewoners over de technische aanpassingen die zij moeten plegen om optimaal gebruik te kunnen maken van de stroomvoorziening. Stopcontact, stekker, dus aan het Moose City, dus aan het Boom. Dus die dingen zal met ze zitten de komende tijd. Om dat goed te maken, maar het is toch wel belangrijk is, want nu werken we met die hoogspanning. En als er iets verkeerd gaat, dan komen die mensen onder spanning te staan. En dat kan levensbedreigend zijn, dus dat willen we niet hebben. Dus ze moeten hun beveiliging, installatie op orde brengen. En dat gaan we dus niet met ze zitten om het achteraf te doen. Enkele bewoners geven aan wat het voor hen betekent om eindelijk voorzien te zijn van eenmaal 24 uur stroom. Enkele kassani na kowonu, asani na lobby. Efi na lobby fu wansama ina igien fire.